Gerrit Kastijn. De naam van deze verzetsman staat op de erelijst van gevallenen in de Tweede Kamer. Maar het verhaal van Gerrit Kastijn was niet zo bekend. Tot onlangs. Toen vertelde SGP-voorlichter Menno de Bruyne in tv-programma Jinek over een klein kamertje in het Kamergebouw. Hier is in februari 1943 Gerrit Kastijn binnengebracht. Hij was een bekende communistische verzetstrijder, was ook een van de leidende figuren. En hij zat hier, werd verhoord. En toen op enig moment de mensen die hem ondervroegen even verslapten of misschien even weggingen, dat weten we niet precies, heeft hij zich, hij had handen vastgebonden, geboeid, heeft hij zich uit het raam geworpen. Waarom? Er is maar één reden voor, om op die manier eigenlijk zelfmoord te plegen en te voorkomen dat hij in die mattenkamers door zou slaan en de namen van zijn kameraden vrij zou geven. En het bijzondere is dat als je dat verhaal hier vertelt aan mensen die hier rondgeleid worden, of het nou oude mensen zijn, of ook pubers die eigenlijk, nou ja, die democratie interesseert ze eigenlijk verder. Geen bal of wat dan ook. Maar als je dat verhaal vertelt, dan worden ze echt allemaal stil. Ik voel ervoor om meer van die verhalen over de verdedigers van onze vrijheid publiek te maken. Veel meer verzetshelden werden hier in dit gebouw binnengebracht. Dinsdag 20 juni is de Gerrit Kastijnkamer officieel ingehuldigd door Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep en de dochter van Gerrit Kastijn. Ik denk dat hij heel veel angst heeft gespeeld. Ik denk dat hij doodsangst is geweest. Bang om gemarteld te worden, bang om door te slaan, bang om te verraden. Het is een minuut, misschien was het een seconde. Maar ik denk dat er veel angst was. Maar ook daadkracht. Daadkracht van hier moet ik zien uit te komen. Ik ben ontzettend trots op mijn opa. En ik hoop, ik heb hem natuurlijk niet gekend, maar ik hoop dat ik wat van zijn moedige genen heb geërfd. En ook wat kan betekenen voor de maatschappij.